In de afgelopen 24 uur zijn er 100 nieuwe COVID-19 besmettingen bijgekomen. Ook is er één persoon overleden. Hiermee is het dodental gestegen naar 124. Suriname heeft voor het eerst sinds 29 augustus weer 100 besmettingen op één dag gemeld. In het voorbije etmaal werden 274 personen getest, van wie 174 negatief waren. De meeste besmettingen zijn geregistreerd in Paramaribo. Minister Amara Madin van Volksgezondheid zei zaterdag op de persconferentie dat de vooruitzichten voor deze week somber zouden zijn. Wat we wel hebben gemerkt, en dat effect zien we nog niet, is dat de afgelopen week, we komen uit de feestweek, de feestdagen, de kerstdagen en ook nog het oudjaar en nieuwjaar. We hebben ook de beelden gezien, we zien het ook. Ondanks vele adviezen zijn er hier en daar toch wel wat feesten georganiseerd, wat momenten geweest van samenscholingen. En dat we verwachten dat de komende weken een inhaalslag gezien zal kunnen worden met betrekking tot personen die nog ziek kunnen of zullen worden. Minister Umar Ramadien van Volksgezondheid was dat. Suriname heeft nu 6.493 besmettingen geregistreerd. Deze maand zijn er 2 personen overleden aan COVID-19. Er liggen 75 personen in het ziekenhuis en 9 op de intensive care afdeling.